correctie mijn mensen. Een klap, een slag voor Cricket Suriname. Van de zesde klas zijn ze nu gedegradeerd naar de vijfde klas, omdat ze hebben gespeeld met illegale spelers. Dus ik had gehoopt dat meneer Badlu, meneer Kodabaks, hierop zou reageren of toch komen met een verklaring. Want dit is waarvoor meneer Bakas altijd strijd heeft gehoord, dat Suriname speelt met illegalen. En meneer Narayan die heeft het gehad over naam, faam en al. Dus je mag spelen met wie je wil. Illegalen zijn Suriname gaan vertegenwoordigen en legalen hebben ze geparkeerd. Dus pech voor Suriname naar Bigay Be Abdemang of Bigay Abamang, omdat elk jaar ICC meer dan 125.000 US geeft voor sport. Dus Bigay Abdemang voor dan de man kiswang straf. Jammer, jammer, jammer. Dus daarom roep ik op de cricketers, ondersteunen jullie de strijd van Bakas. En nu hebben we onder voorzitterschap van meneer Dilip Budar, je hebt Bakas, je hebt Jayant Karaya, je hebt Jagmohan Singh. Deze jongens die willen nou nieuw leven in cricketsport Nigeria opblazen. Televisiekijkers, goedenavond. Bijna wil ik zeggen breaking news, sport gebeuren Suriname. Cricket Suriname heeft een klap gehad, een zware klap, een zware vernedering. Reden voor mij om, bijna wil ik zeggen, de oppositie op te zoeken. Meneer Zafar Bakas, die steeds strijd heeft gevoerd voor een stukje gerechtigheid. En we lezen vandaag in de krant, netwerk dus wereldwijd, een klap cricket gebeuren in Nigeria. Meneer Bakas, welkom. In het programma van mij, een zware slag, een klap voor cricket gebeuren in Nigeria of Suriname. Vertelt u, hoe de klap bij u is overgekomen? Meneer Morris, gisteravond had ik dit bericht al gekregen. Wat ik moet zeggen, dit hadden we verwacht. En je weet, de laatste tijd heb ik mijn best gedaan om voor de cricketers van Nigeria op te komen. En we zien het nu. Ik had het vanaf het begin aangegeven dat de Surinaamse Cricketbond ongerechtigde spelers heeft gebruikt. Die heeft buitenlandse spelers gebruikt, terwijl wij in Suriname, in Nigeria, goede spelers hebben. En dat is dus toen de tijd niet gebeurd. Door het protesteren van landen die tegen Suriname hebben gespeeld, en ook door protest vanuit Suriname, heeft ICC de zaak behandeld. En gisteravond is het bericht gelanceerd internationaal op ICC-site en op alle cricket-sites dat Suriname weer teruggaat naar de plek waar ze waren. Dus weer gedegradeerd naar WCL6. En ze krijgen een boete van 25.000 US dollar. Dit had ik van tevoren zien aankomen. Maar het belangrijkste is dat Suriname nu zeker in de picture zal komen. Dat Suriname in 2017 de kans weer krijgt om verder te kunnen. En ze kunnen dan geen ongerechtigde spelers gebruiken. Voor onze jongens goed nieuws. Want wij gaan ervoor zorgen dat Surinaamse cricketers of jongens die in Suriname cricketen de kans krijgen om ook hun carrière te maken. Is het een schande, meneer Bakas? Ja, kijk, ik ga het niet zeggen een schande. Het is jammer, want de voorzitter van de Cricketbond heeft altijd gepretendeerd. Nee, dat is niet waar wat er gezegd wordt. En we hebben het kampioenschap behaald. We gaan voor naam en faam. Nou, het klopt eigenlijk. Naam en faam hebben we, maar niet in de positieve zin. In juist negatieve zin. Is het, u had maanden terug een persconferentie gehouden, de zogenaamde illegale jongens Baktrak. Ja. Gaat het om die groep? Nee. Het gaat niet om die jongens. Ja. Deze jongens zijn bijna semi-professionals. Die zijn gehaald uit Georgetown, uit Guyana dus. En uit Amerika. En het ging om die jongens vooral, die ook de grootste prestaties hebben geleverd. Dankzij die jongens zijn we kampioen geworden. Ja, het gaat om die jongens. Wij hebben in Suriname cricketers
Surinaamse cricketers en cricketers van Ghanese afkomst. Maar die jongens wonen hier en werken hier. En die jongens moeten de kans krijgen. Daarvoor heb ik vanaf het begin gevochten en vandaag hebben we het resultaat. Dus kunnen we zeggen maar ogri, tjama boom? Natuurlijk, zeker weten. Zeker weten. Want als het niet gebeurd was, zou men op dezelfde manier doorgaan. En ik heb geconstateerd dat zelfs in 2005 al bestuursleden, waaronder ons eigen bestuur, Cricketbond Nikeri, in een brief aan onze vereniging heeft aangegeven, om de cricketsport te redden moeten illegale meedoen. Dat was denkt u dat meneer Narayan die komt met een persconferentie? Dat hij antwoord hierop zal formuleren, denkt u dat? Ik denk dat hij verder niks meer te vertellen heeft. Ja? Ja. Wat zou hij nog kunnen zeggen? Het enige wat hij kan zeggen, de volgende keer gaan we ons best doen. Want dat heeft hij in de krant ook al aangegeven. We hebben fouten gemaakt en we gaan voortaan beter erop letten. Tot slot, meneer Bakas, ja. Wat heeft u nou te zeggen tegen de spelers van Nikeri? Behalve tegen de spelers, algemeen wil ik zeggen. We hebben 24 februari een algemene ledenvergadering gehouden, statutair. En we hebben een voorlopig bestuur vastgesteld. Vandaag heeft de cricketbond Nikeri ook een verslag daarvan ontvangen. En het is eigenlijk voor mij maar één ding om te zeggen tegen de gemeenschap. Nikeri cricketers, jullie gaan nu de kans krijgen om verder te kunnen, om carrière te kunnen maken, om mee te kunnen doen in de Surinaamse selectie. En Cricketbond Nikeri, aan het bestuur wil ik vragen, jongens, hou de eer aan jezelf en draag over, zodat het nieuw bestuur verder kan met de jonge cricketers.